We zijn hier bij de Droomfabriek at City. Een ruimte die we sinds kort bemannen met Jongerenwerk Helmond, Stadsleerbedrijf en WeCare Helmond. We hebben hier vandaag zo'n 60 kinderen van de basisschool De Vuurvogel die hier een kunstwerk gaan maken samen. Mirjam is de jongerenwerkster bij ons in de binnenstad. Die is gevraagd door school om mee te werken aan een project. Mirjam? Ja, De Vuurvogel heeft dus contact met ons opgenomen omdat ze bezig zijn met maatschappelijke thema's. Dus ja, wij hebben aangegeven van ja, we gaan dan een activiteit organiseren waarbij we de kinderen meenemen om afval te prikken, om bewustwording te creëren. En vervolgens gaan we hier met z'n allen iets moois creëren dat we ja, vervolgens gaan ophangen in de city. Ja, we werken nauw samen met onderwijs vanuit de LEF-groep. We doen veel activiteiten zoals verlengde schooldag met de basisschool. Jongerenwerk is veel op basisschool, maar ook op voortgezet onderwijs. Zijt is een van de jongerenwerkers die in Helmond-West en in de binnenstad werkt. Die kan misschien ook iets vertellen over de samenwerking met voortgezet onderwijs. Ja. In samenwerking met voortgezet onderwijs doen we vooral voor de eerstejaars een soort weerbaarheidstraining, rots- en watertraining. Voor de jongeren die van groep 8 naar de eerstejaars, want dat is wel een grote stap, proberen ze een beetje wegwijs te maken op voortgezet onderwijs. We komen de jongeren tegen op straat, bij sportverenigingen, dus we werken vooral ambulant. Dus ook op scholen, dus we werken vindplaatsgericht en we komen eigenlijk op de plekken waar de jongeren komen. City Droomfabriek is voor ons een mooie kans en ook voor de jongeren. Er was echt een behoefte van jongeren op ontmoeting. Zodoende hebben wij in samenwerking met de gemeente deze mooie locatie weten te bemachtigen. En hier willen wij voor en door jongeren activiteiten organiseren, eigenlijk voor jong en oud. En hier zitten we met verschillende ondernemingen om dat te realiseren. Nou, het thema is vandaag zwerfafval verminderen. We zien heel veel zwerfafval en we willen eigenlijk dit gedaan met kinderen. Dan willen we vandaag ook de oproep doen naar alle Helmonders. Probeer er rekening mee te houden. Neem even de zwerfafval die je hebt mee. Gooi het in de prullenbakken en gooi het niet op straat. Want dat is eigenlijk het thema die we meegeven aan de kinderen. Maar eigenlijk via de kinderen willen we iedereen oproepen in Helmond om het voorbeeld van deze kinderen te volgen. We hebben hier heel veel vuilniszakken opgehaald in een uurtje. Dus stel dat we met z'n allen in Helmond dat gaan doen, dan hebben we bergen afval, denk ik. En als we dan voorkomen om dat op straat te gooien, dan maken we Helmond een stuk schoner.